Toen we het goed hebben gedaan, is het sowieso een rukplaatje. Veel plezier. 4, 3, 2, 1. Ik vind zelf dat ik redelijk ongeschonden uit de strijd ben gekomen naar één kindje. En na een half jaar die ook met de borst op te voeden. Dus ik heb zelf de term rukplaatje in het leven geroepen een paar jaar geleden. Toen zei ik, ik ga eerder nog naakt voor een PETA-campagne dan voor zo'n rukplaatjes Playboy. Nou, wat ik al zei, als we het goed hebben gedaan, is het sowieso een rukplaatje. En als er dan eentje tussen zit die, nou ja, die ze niet op de hand kan houden, lekker belangrijk, weet je wel. Ja. Dus, en zij is er ook heel sportief over. Ze zei ook zelf van, nou, als ik het dan doe, dan geef ik ze wat de ruk ook. Die vraag inderdaad of ik ooit met mijn zus in de Playboy zou staan, is mij echt, denk ik, 5 jaar geleden door de Playboy gesteld. Of 6 jaar geleden. Toen heb ik al heel erg gezegd, nee, nee. En ik durf bij deze echt, pak me erop. Maar door deze durf ik echt voor 1000% zekerheid zeggen, ik ga nooit met kat daarin.